En wat bleek nou? Ik had gewoon de lens er niet goed op zitten. Hoe dom is dat? Op het moment dat je iets wil hier in Curaçao, dan zeg je mi pohanya. En dat betekent eigenlijk, ik zou graag willen. Hun zijn de eerste die hem officieel gaan testen. Hebben jullie er een beetje zin in? Ik heb jou net de eerste brief gegeven. Ik ga zo de tijd bijhouden hoe lang jullie erover gaan doen. Bon dia mensen, mijn naam is Lars Wichtson en superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Een nieuwe dag in Curaçao waar ik eindelijk iets heb uitgevonden. Nou ja, eigenlijk heb ik dat gisteren uitgevonden, hoe deze camera werkt. Want ik wou gisteren even in het donker filmen, alleen dat ging helemaal niet goed. En wat bleek nou, ik had gewoon de lenzen niet goed op zitten. Hoe dom is dat? Nu is het in ieder geval gefixt. Dus ik heb gewoon echt de afgelopen 3 dagen met super slecht beeld waarschijnlijk gefilmd. Sorry daarvoor, ik deed het niet expres om het zo maar even te zeggen. Maar het is nu gefixt en als het goed is kunnen we nu ook gewoon in het donker filmen. Maar een nieuwe dag in Curaçao en ik heb de afgelopen 2 weken heb ik iets niet gedaan wat ik eigenlijk wel moest doen. Want we betalen er namelijk gewoon voor en dat is sporten. Dus ik dacht vandaag, we gaan eens even het sporten oppakken. Ik heb 23 oktober heb ik me volgens mij ingeschreven. Het is ondertussen 9 november. Dus ik ben echt al meer dan 2 weken niet geweest. En ja, het is even tijd om de draad weer op te pakken. Dus ik ga me even omkleden. En dan gaan we even naar de sportschool. Ik heb al een hele goede ochtend achter de rug zitten. Ik heb namelijk al een vlog bewerkt. En daarnaast heb ik alle overige dingen die ik voor de escape room nog moest doen. Heb ik ook even gefixt. Dus super chill. Dat is allemaal gedaan. Nu gaan we sporten. En let's go! En daar zitten we weer in de auto. Haartje is nog niet gedaan omdat ik natuurlijk gewoon moet douchen nadat ik heb gesport. Maar wat wel fijn is dat ik nu eindelijk een beetje de camera begrijp met het licht instellen en zo. We zijn er gisteren best wel lang mee bezig geweest. En dat dan die lens er gewoon niet goed op zit. Dat is zo dom. Hoe kun je dat bedenken toch? Ik moet wel een beetje rustig rijden want de camera staat nu op een anti-slipmatje. Alleen als ik door de bochten skeur dan valt hij er alsnog af. Dus een beetje tranquilo. Maar we zijn niet onderweg naar de sportschool. We moeten eerst even wat anders doen. Dit had ik eigenlijk gisteren ook al moeten doen. Maar goed, Claudia alweer een beetje boos dat ik het nog niet had gedaan. Maar we moeten tanken. Het lampje begon gisteren al te branden toen ik naar huis reed vanaf... Waar kwam ik eigenlijk vandaan? Geen idee waar ik vandaan kwam. In ieder geval van de kant van Punda. Daarna zijn we dus nog 2 keer op en neer gereden naar Papagayo. Dus waarschijnlijk is die echt bijna leeg. Dit is wel een tankstation waar ik nog niet eerder ben geweest. Dus we moeten even kijken waar we moeten betalen. Nou ja, moet vast goed komen. Zou vast self-explanatory zijn. Alhoewel, ik zei dat ik hier nog niet eerder ben geweest. Alleen, hiernaast is de dierenarts dus. Soort van wel. Maar we hebben hier alleen nog nooit getankt. Op zich wel grappig, want ik probeer dit altijd in het papje mensen te doen. Als ik ga tanken. En eigenlijk, op het moment dat je iets wil hier in Curaçao, dan zeg je mi pohanya. En dat betekent eigenlijk, ik zou graag willen. Dus mocht je binnenkort op Curaçao zijn of ben je op Curaçao en wil je een lekker drankje bestellen, dan zeg je dus mi pohanya. En dan bijvoorbeeld een cola, por favor. De mensen vinden het over het algemeen superleuk als je dat doet. Want dan probeer je gewoon hun taal natuurlijk te spreken. Wij wachten even snel tot de tank weer vol zit. Nou, die zit al bijna vol. We hebben er weer 100 naf in gegooid. En dan rijden we maar meteen door. We zijn aangekomen bij de gym. En we gaan eens even lekker sporten. Ik denk dat we vandaag maar gewoon full body doen. Want ik ben zo lang niet geweest. En ja, als je zo lang niet bent geweest, dan is het gewoon het beste om gewoon maar alles te doen. Want je krijgt sowieso spierpijn. Dus we pakken denk ik 1 à 2 oefeningen per spiergroep. En dan is het ook wel weer mooi geweest. Dus ik zeg alvast, enjoy de sportcontent. Zo, dat was de full body workout bij Forza Gym. Waarschijnlijk denk je, Lars, je hebt een oefening gemist, namelijk de rug. Die heb ik niet gemist, maar ik heb het niet gefilmd. Gewoon puur omdat het bijna niet te filmen was. Alles staat zo dicht op elkaar. Dus je kan nergens even rustig je telefoontje neerzetten. Iemand roept even, hoi. Heel random. Alright. Mensen, ik stink zo erg. Dat is echt niet normaal. Dus het wordt snel op naar huis.
Ik zie dat het licht hier een beetje wat anders is, dus dat moet ik dan weer instellen en zo. Maar we gaan snel op naar huis en dan gaan we even douchen. En heel misschien gaan we dan nog wat leuks doen, maar dat ga ik jullie zo vertellen. Ik ben weer thuis en helemaal weer opgefrist. En ik zal jullie nog even vertellen wat eigenlijk op de planning vandaag stond. Namelijk, Marika en Helene wouden vandaag naar Punda. En later ik en Claudia gisteren nou net de rest van de escape game hebben afgemaakt. Of dat ook gaat gebeuren is de tweede. Volgens mij waren de dames net bij nummer 10. Dus ik weet niet of ze zin hebben om dat überhaupt vandaag nog te gaan doen. Ik moet zo in ieder geval nog even boodschappen doen, dus dat ga ik doen. Maar ik ga eerst even een broodje maken met chocoladepasta. Ik heb weer veel te lang thuis gezeten. Maar ik was even met Brechtje aan het appen. En zij komt in december naar Curaçao. Precies op de dag dat wij terugkomen van Panama. Maar zij gaat een escape game maken voor haar opa. Superleuk. Nou, niet een escape game, maar een escape box wil ze maken. En we waren een beetje aan het brainstormen. Ze vroeg of ik nog wat ideetjes had. Dus we hebben daar een beetje over gediscussieerd. En ja, ik denk dat het heel leuk kan worden. Ik vind het dan jammer dat ik dan niet kan meehelpen natuurlijk. Omdat zij natuurlijk gewoon in Nederland zit. En ja, je kan moeilijk ook al die techniek spullen mee naar Curaçao nemen. Dus dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Maar we hebben wel wat leuke ideetjes opgedaan. En ik ben heel benieuwd of ze het allemaal zo gaat maken als wat we bedacht hebben nu. Maar we gaan het zien. Ik had ook nog even een berichtje gedaan naar Marika en Helene. Natuurlijk ook over de escape game. Alleen ik heb nog helemaal niks terug. Dus ik denk niet dat ze vandaag gaan spelen. Wat op zich wel jammer is. Morgen heb ik best wel veel content. Dus misschien ga ik het dan morgen filmen. En dat ik het dan gewoon in de vlog van vandaag doe. Want vandaag doen we eigenlijk niet zo heel veel interessants. En ja, weet je, dat ik de hele dag in de auto zit en heen en weer rij en thuis ben. Dat is voor jullie ook niet leuk om te zien. Morgen heb ik toch genoeg content. Morgen gaan we namelijk naar Livingstone. Dan gaan we daar eerst zwemmen. Pakken we een happy hour mee. En daarna gaan we nog beach tennissen. Iemand is er ook bij. Die had mij een berichtje gestuurd op Instagram. Die wou graag een keer met mij beach tennissen. En dat kan geregeld worden. En jij kan dat ook. Dus mocht je een keer wat met mij willen doen, stuur me even een berichtje op Instagram. En dan gaan we wat regelen. Maar de escape game komt dus sowieso in deze vlog. En ja, ik moet nu even boodschappen doen. Dat is niet zo interessant. Dus ik gooi het waarschijnlijk even aan het einde van de vlog. We zijn dus de eerste die hem gewoon echt gaan testen. Hij is nog niet helemaal geperfectioneerd. We missen zelfs één onderdeel. Maar op zich is dat niet zo heel erg. En dan hebben we hem in ieder geval één keer getest. En dan kunnen we hem vanaf daar al een beetje fine-tunen. En dan zorgen we dat we voor de volgende gewoon het hele pakketje gewoon compleet is. Boodschappen zijn binnen en Claudia is ondertussen ook thuis. Kijk eens even wat we net hebben opgehangen. Het mooie tijger schilderij. Helemaal toppie. Duurde even, maar uiteindelijk gelukt. We zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor de escape game. Die Marike en Helene morgen gaan spelen. Wat wel in deze vlog zit trouwens. Dus ja, we moeten nog even wat dingetjes knippen en zo. Uiteraard is er normaal een app waar je mee speelt. Maar ja, om nou eerst die app helemaal te gaan bouwen, terwijl we de puzzels niet hebben getest, is gewoon een no-go. Dus vandaar dat we het even met de envelopjes doen. Heel benieuwd wat ze ervan vinden. Mensen, Marike en Helene zijn hier aangekomen. En we hebben alle enveloppen in de tas gedaan. Want we gaan zo natuurlijk de escape game testen. Hun zijn de eerste die hem officieel gaan testen. Hebben jullie er een beetje zin in? Heel veel zin. Ja, heel veel zin in. Nou, we hebben alle spullen mee. En we gaan op naar Willemstad. We zitten in de auto onderweg naar Punda. Want daar is natuurlijk de escape game. We werken vandaag met envelopjes. En dit is de eerste envelop. Dit is de start envelop. Die ga ik aan jou geven, Helene. En jij mag hem voor gaan lezen. Dikke tekst. Wow. Is deze? Volgens mij wel. Ik weet niet. Claudia heeft het allemaal ingepakt. Voordat jullie starten. Nou. Oh, de beste tijd om een escape game te spelen is voor 10:00 ochtends. En na 4:00 middags. Dat gaat hier al mis. Mocht je tussendoor gaan, zorg dan dat je genoeg water mee hebt. En je bent goed bent ingespeeld. Want verbranden doe je hier zo op het eiland. Hier bij het Waaigat in Willemstad. Vanaf daar begint het spel. Oké. Dat weten we. Ja, je weet waar het waaiergat is. Ja. Tof. Bij deze nog. Hi Escaper, wat leuk dat jullie onze escape game willen uitproberen. We hebben geprobeerd leuke en duidelijke puzzels voor jullie te bedenken. Even wat verwachtingsmanagement. Het is niet zoals een escape room zoals je dit kent uit Nederland. Dit is weer een game waarbij je door middel van puzzels de stad leert kennen op een speelse wijze.
Jullie krijgen van onze puzzels op papier, aangezien we de app nog niet hebben ontwikkeld. Hierdoor zou de beleving iets anders zijn. Pas wanneer je de puzzel hebt opgelost, mag je het volgende papiertje bekijken. Elk papier is genummerd. Mocht je al wel een papier mogen bekijken, dan wordt het aangegeven. Geef graag jullie mening over het spel, zo positief als verbeterpunten. Aan de hand van jullie feedback kunnen wij een zo leuk mogelijk spel opzetten voor iedereen op Curaçao. Voor de tijd is het handig om Maps.me te downloaden op je telefoon, zodat je kan opzoeken waar je kan parkeren. En dan kun je ook bekijken hoe de straatjes lopen. Heffen! Top! Nou, heel als dat niet, duidelijk was, dan weet ik het ook niet meer. Maar inderdaad, normaal een app, maar vandaag alles op papier. Ik heb alle brieven, dus ik ga pas de volgende brief aan jullie geven op het moment dat de puzzel goed is. Zo simpel is het. Moet goed komen. Ja, dat zou je wel denken, ja. Ik hoop het. Ja, en ik kan natuurlijk nog een beetje helpen. Mocht echt iets heel onduidelijk zijn, dan geef ik even hier en daar wat tips. We zijn aangekomen in Willemstad en normaal moet je hem eigenlijk bij het Waaigat parkeren. Dat is daar aan de overkant. Alleen we gaan straks nog naar de Heren. Dus we dachten, het is makkelijker om hier even te parkeren. Dus wij lopen even snel die kant op en dan gaan we de escape room beginnen. Hier achter mij is het Waaigat. Dit is de officiële start van de escape game. En we zijn nu bij de eerste locatie. Ik heb jou net de eerste brief gegeven. Ik ga zo de tijd bijhouden hoe lang jullie erover gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd en we gaan het zien. De eerste puzzel is opgelost in ongeveer 2 minuten 30. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, deze puzzel wordt nog moeilijker gemaakt. Je moet op het moment 4 dingen uitkiezen. Er zijn er maar 4 die moet je vinden. Maar uiteindelijk worden dat er 8, waarvan de 4 dus niet in zitten. Dus hij wordt moeilijker. 2 minuten 30 hebben ze erover gedaan. De eerste puzzel was een goede inkomer. Maar de tweede puzzel is al een stuk moeilijker. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang ze hierover gaan doen. Ze zijn al lekker aan het wandelen, dus ik vind het helemaal mooi. De tweede puzzel is opgelost en deze duurde wat langer. We zijn nu 26 minuten ongeveer bezig. Maar het is ook een beetje precisiewerk, dus we moeten even kijken hoe we dit nog helemaal gaan fine-tunen. Maar hij is opgelost en we gaan door naar de derde puzzel. Ze zijn nu de brief aan het lezen, dus ik ben benieuwd. Het gaat op zich best goed. Nou dames, hoe gaat-ie? Goed. Goed? Nog twee zoeken. En dan hebben we het. Ja, ja. Kunnen we pauze houden. Ja, we gaan zo even lekker een drankje doen ondertussen, want we zijn ondertussen alweer even bezig en het is warm. Wordt niet aangeraden om dit te spelen tussen, wat was het nou, 10 en 4 toch? Ja, en wat doen wij? Het is 12 uur joh. Pff. Maar we zijn al 46 minuten bezig, dus we zijn echt lekker onderweg. Maar dat is wel waard voor je geld, hè? Dus dan speel je lekker lang. Ben je gewoon lekker bezig. Lekker de stad ontdekken. En terwijl we de escape game aan het spelen zijn, zijn deze mensen super hard aan het bikkelen. Om dit weer helemaal in orde te maken. Ziet er goed uit, meneer. Looking good. Thanks. Echte strijders. We hebben even een pauze genomen en we hebben even gegeten. En we gaan weer door met de speurtocht. De nieuwe envelop is zojuist opengemaakt. Maar er moet hier eerst even een foto gemaakt worden dus. Ja. Nou, daar gaat-ie. En moet je ons wel even taggen, maak je extra, krijg je extra punten. Oh, ja. Extra scoren. En zo gaat dat. Wij zijn zojuist klaar met de escape game. En wat vonden jullie ervan? Helemaal leuk. Yes. Oh, ja. We hebben een uur en een kwartier dus over gedaan. Op zich best wel snel. Maar ik heb ze natuurlijk ook hier en daar een beetje geholpen. En we moeten nog wat dingen fine-tunen. En ja, dan moet je alles in je eentje doen. Dus dan wordt het iets lastiger. We schakelen weer over naar de toekomst. Waar de meiden nog niet weten dat ze de escape game hebben gespeeld. Nou, de dames zijn weer aangekomen. En hoe vonden jullie de escape game? Jullie denken nu echt wat de fuck gebeurt hier, maar eigenlijk hebben jullie in deze vlog hebben jullie de escape game al gespeeld. Nu snapt niemand het meer. Nee, maar dat is ook de bedoeling. Maar de kijkers snappen het wel dus. Nee. Niet? Oh ja, misschien wel. Dat kan de kijkers snappen het wel. Ja, kijk, in deze vlog hebben jullie eigenlijk de escape game gespeeld. Dus jullie hebben net was de escape game gespeeld. Ja, inderdaad. Je moet even zeggen dat die leuk was. Je moet wel oprecht morgen je oprechte mening geven. Maar ze zijn hier niet voor de escape game. Ze zijn hier om te barbecuen en die staat toevallig al aan. Hij is als het goed is al op temperatuur, dus dat is helemaal toppie. En het wordt niet zo heel interessant. Hamburgers en kip wordt het, dus niet zo interessant. Rustig avondje. Het eten van de Big Green Egg is klaar. Het is een hamburgertje geworden met wat frietjes. En er liggen nog wat paprika's op de Big Green Egg, dus toppie. Lekker eten. Heerlijk gebarbecued en de escape game was een groot succes vandaag.
Mensen, mocht je het ook leuk vinden om deze escape game te testen, volg me dan zeker even op Instagram en misschien doen we binnenkort even een giveaway waar jij kans maakt om de escape game te testen. Voor nu ga ik deze vlog afsluiten, dus ik ga jullie bedanken. Vond je dit nou een leuke video? Doe even dat blauwe duimpje omhoog en vergeet zeker niet te abonneren, want morgen om 4:15 staat weer een gloednieuwe vlog online. Speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is ayo, Temaljan, oftewel doei en tot morgen.